Het lesonderwerp van vandaag is xenofobie. Kun je afvragen, wat is dat nu, hè, xenofobie? Als we naar het laatste stukje van dit woord gaan kijken, dan zien we daar staan fobie. En een fobie is een angst die mensen vaak niet onder controle hebben. Wanneer we spreken over een fobie, kunnen we ook, mogen we ook spreken van een ziekelijke angst. Xenofobie, wel, dat is een ziekelijke angst voor buitenlanders en mensen die van het buitenland komen en buitenlandse landen. Met andere woorden, een angst voor alle landen behalve het eigen land. En die angst die is zichtbaar of die uit zich in een afkeer, we noemen dat ook een aversie, tegenover vreemdelingen en buitenlanders. Die xenofobische gevoelens die zijn eigenlijk niet gebaseerd op objectieve feiten, maar wel op beelden die de maatschappij verspreidt en die in de maatschappij ontstaan zijn. Denk maar dat is voor jullie voor de tijd dat jullie geboren waren, hè, maar denk maar aan 9/11, waarbij men ervan uitging dat de aanslagen door vreemdelingen gepleegd werden, waardoor dat mensen bang werden van vreemdelingen. Hoe ontstaat nu die xenofobie? Wel, dat ontstaat doordat mensen er eigenlijk van overtuigd zijn dat het onmogelijk is om samen te leven met mensen vanuit een andere religieuze, culturele, historische achtergrond. Men noemt dat ook cultureel racisme, want die gedachte is gebaseerd op het cultureel racisme. En dat is een theorie die ervan uitgaat dat de ene cultuur meer waard is dan de andere. Dus volgens cultureel racisme zijn niet alle culturen evenwaardig. Sommige zijn meer ontwikkeld dan de andere. Nu, wat heeft xenofobie te maken met discriminatie? Nu, mensen die een ziekelijke angst hebben voor vreemdelingen, die gaan die angst ook uiten. En het gedrag dat daarvan het gevolg is, de handeling die ze gaan stellen, is een vorm van discriminatie. Nu, er is een artikel verschenen in juni 2018. Men noemde dat van de Europese waakhond. Ik ga dat heel even kort zeggen. Dat is een artikel waarin gezegd wordt dat we moeten oppassen. Want dat mensen haattoespraken blijven geven. Dat dat zelfs blijft toenemen. Waardoor dat de migratie als een bedreiging gezien wordt voor onze maatschappelijke samenhang en voor onze veiligheid. Waarbij men heel vaak niet ga kijken naar die dingen die wel bewezen zijn. Men blijft dus een angst voor vreemdelingen prediken, als het ware. En men gaat zeggen van, kijk, vreemdelingen die ons land binnenkomen, die zorgen ervoor dat wij minder kansen krijgen, dat die nemen alle jobs van ons over en dergelijke. Nu, men gaat daar, of men, die haattoespraken leiden er eigenlijk voor een stuk voor, dat men probeert om de fundamentele rechten van migranten en andere kwetsbare groepen af te dwingen, of af te dingen. Men gaat daarin afdingen, men gaat zeggen, als die dit, dan dat. He, dus experts zeggen eigenlijk dat, en dat is ook zo, dat heel wat Europese landen heel veel inspanningen gedaan hebben om vluchtelingen te integreren. He, te zorgen dat die mensen zich konden thuisvoelen in het land waarin ze, waarnaar ze gevlucht zijn. Vooral op het vlak van huisvesting. Op het vlak van onderwijs, op het vlak van tewerkstelling. Maar, zegt men ook, men blijft een te grote nadruk leggen over de beheersing van die migratie. Men wil dat blijven beheersen, men wil daar controle over blijven hebben. Men zou beter gaan kijken naar de positieve inbreng van die migratie. Dat ook wij kunnen leren van mensen die van elders komen. Nu, de beïnvloedende factoren die gaan leiden dat iemand discriminerend gedrag vertoont, zijn eigen ervaringen, opvoeding en omgeving, cultuur en religie, stereotypen en vooroordelen, die twee laatste bekijken we volgende les, en hardnekkige eerste indrukken, wanneer mensen niet verder willen kijken dan hun neus lang is, om het zo te zeggen, en niet verder willen kijken dan de eerste indruk die ze opgedaan hebben. Nu, eigen ervaringen, als je een ervaring hebt die negatief is,
dan ga je een negatief gevoel blijven hebben tegenover die groep. Het voorbeeldje, een oude dame, die beroofd werd van haar handtas door een jongen van vreemde origine, die heeft een angst ontwikkeld, een negatief gevoel ontwikkeld, voor jongeren van vreemde origine. Jasper, die terwijl hij op straat rondwandelde, beledigd werd door een dakloze vrouw, die gaat in de toekomst de dakloze ontwijken. Die is daar bang voor geworden. Die heeft daar een negatief gevoel over, die gaat er ook negatief over denken. Opvoeding en omgeving spelen ook een rol. Want als je je ouders of opvoeders regelmatig negatieve uitspraken hoort doen over een bepaalde groep van mensen, dan vergroot dat de kans dat ook jij een negatief beeld gaat krijgen van die mensen. Opnieuw, onze vluchtelingenstroom van de voorbije jaren, die heeft ervoor gezorgd dat mensen negatiever gaan kijken naar de mensen die als vluchteling ons land binnenkomen. Als jij mensen uit jouw omgeving daar negatief over hoort praten, is de kans groot dat jij die denkwijze gaat overnemen. Ook de cultuur en religie spelen hier een rol. Nu, wat is cultuur? We hebben dat al wel gezien in het hoofdstuk diversiteit. Ik ga het nog eventjes herhalen. Dat zijn gewoontes die je van thuis uit meegekregen hebt. Dat zijn tradities. Dat zijn denkbeelden die typisch zijn voor de maatschappij waartoe jij behoort. En dat is het geloof waarin jij opgevoed werd. Al dit is cultuur. Want cultuur moet heel ruim gezien worden. In ons hoofdstuk diversiteit omschreven we cultuur als alles wat door de maatschappij wordt voortgebracht. Bij dit lesdeel horen taken op Smart School. Je gaat die vinden bij niet mijn documenten, mijn vak, oefeningen. Je gaat per week ongeveer 1 taak krijgen, zodanig dat we het schooljaar nog op een fatsoenlijke manier kunnen uitdoen.